ben Laura Hornik. Ik werk voor mijzelf. Ik heb jarenlang in de achterstandswijken gewerkt voor het ministerie van Vrom bij integratie en wonen en wijken. En ik begeleidde daar gemeentes die innovatietrajecten in die wijken deden. Ik heb daar veel gezien, hele mooie initiatieven. Ook heel veel initiatieven, projecten die langs elkaar heen liepen. Van mezelf, van origine, ben ik een cultureel antropoloog. Dat zijn mensen die in een heel vreemd land, ergens in de jungle, in de modder, onderzoek gaan doen. Daar een hele tijd zitten en dan observeren, zich openstellen, eigen cultuur loslaten en zo. En dan op die manier iets te weten, te proberen te komen. Dat is een vak waar je niet zo erg veel mee kan, zeg maar, in Nederland terug. Maar het heeft mij wel geleerd om op een andere manier naar de wereld te kijken. Na die paar jaar ministerie was ik wel erg moe geworden van het ministerie. Dus ik heb het afgelopen jaar met een rugzakje, want dat doen antropologen ook, door de wereld getrokken. Want ik wil graag op die manier blijven kijken naar de wereld. En toen ik terugkwam was deze wereld ook veranderd. En het sociale domein waar ik altijd in heb gewerkt is volop in beweging. De wereld is in beweging binnen de gemeente, buiten de gemeente, in wet en regelgeving. Maar volgens mij ook in de manier waarop wij er allemaal naar kijken. En ik hoor het in jullie verhalen allemaal. Het is wel grappig. Ik heb altijd het gevoel alsof we tegelijkertijd dezelfde dingen aan het ontdekken zijn. Dat komt gewoon zo omhoog gecijpeld. We hebben allemaal wel door dat we naar die burger toe moeten. Dat het allemaal gebeurt daar in die samenleving. En hoe mooi dit gemeentehuis ook is. Ik vind het heel prachtig hoor. Maar het gebeurt natuurlijk daar buiten allemaal. Maar hier zitten alle ambtenaren om te helpen dat het daarbuiten goed gebeurt en mooi gebeurt. Nou, wat gebeurt er dan allemaal? De transitie in de jeugdzorg. Ik heb net de scan afgerond voor de Centra voor Jeugd en Gezin hier in Zaanstad en het jongerenloket. Daar gebeuren hele mooie dingen. Die staan er middenin. En die mensen die daar in het veld staan, staan dus met de voeten in de klei. En een van de dingen die je daar ziet gebeuren is wat ik in mijn onderzoek ook heb genoemd. Ze zijn daar soms wel een beetje eenzaam aan het uitvinden. Daar zitten toppertjes in de wijk. Ik zie Monique Zwijts zitten van het Centra voor Jeugd en Gezin in Poelenburg. Een pittige wijk hoor, om in te werken. Met hele mooie mensen, maar er gebeuren allemaal heel ingewikkelde dingen. En je zou daar maar zitten. En je zou daar maar verpleegkundige zijn of je zou er maar arts zijn. En als je bij zo'n casuïstiekoverleg zit, nou, dan hoor je wat verhalen. En ik ben wel wat gewend, want ik heb in een oorlogsgebied gewerkt. Maar daar klapperden mijn oren toch ook wel weer, wat hier ook allemaal aan de hand is. Dus ik heb eigenlijk een oproep om op een andere manier naar de wereld te kijken. Ik heb niet, zoals heel veel van jullie, van die prachtig creatieve oplossingen. En ik vind het super om ze te horen. En ik word er ook erg blij van en ik raak geïnspireerd van. Maar wat ik wel zie bij gemeentes en ook het ministerie waar ik voorheen werkte, is dat het wel ook moeilijk is van hoe los je dat als gemeente of als ambtenaar op. Je zit hier namelijk in dat gemeentehuis. Gelukkig is dit gemeentehuis al aan het veranderen. En dat zie je dus gewoon letterlijk gebeuren. Er is ruimte, er is openheid. Mensen zijn in beweging, raken letterlijk meer in beweging. Mijn oproep is ook om naar buiten te gaan. En op te zoeken wat het echte vraagstuk is waar je voor staat. We hebben dus minder geld. Dat was dramatisch veel erger geworden toen ik terugkwam vorig jaar. En dat gaat alleen maar zo verder door. Dus we moeten het allemaal met minder doen. Vaak ook met minder ambtenaren. Nou, de opgave is niet minder. Dus je moet keuzes maken. Dus je moet vooral goed weten wat het echte vraagstuk is. Dat is mijn oproep van, ja, ga veldwerk doen. Ik ben en blijf een antropoloog. Ook al heb ik er nog wel wat bedrijfskunde nog bij gedaan. Om toch een beetje geloofwaardig over te kunnen komen naar jullie en anderen. Maar wat is het vraagstuk waar wij voor staan? En ik weet bijvoorbeeld dat Ilke, die jullie eerder hoorden, daar ook mee bezig is. Er zijn veel mensen bezig die bijna naast die burger gaan zitten en gaan vragen van welke dingen kom jij nou tegen? Waar loop jij tegenaan? En het is wel eens alsof we dat vergeten zijn om dat aan elkaar te vragen. Maar het is een kunst om de juiste vragen te stellen. En het is ook een kunst om echt te luisteren en te begrijpen wat daar gaande is. En het is een nog grotere kunst om dat dan te vertalen naar je werkpraktijk hier in de gemeente. En dat zijn het soort dingen waar ik dan bij probeer te helpen. En gelukkig zijn er heel veel goede mensen, steeds meer ZZP'ers ook, die ook daarbij de gemeente helpen. Ik denk trouwens dat het een soort flexibele werkkracht is die ook juist in dit soort dingen kan helpen. Maar vooral ook toch de ambtenaren zelf. Ik ben zelf net begonnen om de transitie voor de jeugdzorg
te gaan begeleiden in een grote gemeente in Zuid-Holland. Een hele conservatieve gemeente. En ik merk dat ik echt stapje voor stapje dingen moet introduceren. Ik moet manoeuvreren. Ik moet voorzichtig zijn. Ik moet nieuwe concepten en ideeën introduceren. En mijn vraag of ik af en toe thuis kon werken, keek ze me allemaal zo aan. Laat staan dat die ambtenaar naar buiten gaat om die wereld in te trekken waar het allemaal gebeurt in die stad. Want dat is gewoon eigenlijk not done in die gemeente. En er zijn nog heel veel meer gemeentes waar dat niet gebeurt. En daar worden we ook niet op gestuurd, hè? In onze maatschappij. Of je nou op een ministerie werkt of op een gemeente. Onze wetten zijn verticaal nog altijd ingericht. En ook nog heel veel gemeentes zijn toch wel in kolommen ingericht. We worden erop gestuurd om administratief van alles weer omhoog te sturen. Dus die straathoekwerker die ik spreek, die is toch veel meer tijd kwijt. Het is een oud verhaal, maar het leeft nog steeds met het administreren in plaats van met de jongeren praten. Want hij zegt, als ik in de wijk ben, dan zie ik niet alleen Jantje, maar ook zijn jongere broertje van 9. Waar ik eigenlijk al aan kan zien van die gaat Jantje, die niet wil deugen natuurlijk in dit verhaal, gaat hij al flink achterna. Maar hij ziet het en die jongens die kennen hem, want hij loopt al 20 jaar in die wijk rond. We willen hem ook heel graag daar hebben, want daar zit hij in zijn kracht. En daar signaleert hij dingen. En we willen naar signalering en preventie als we het over jeugdzorg hebben. En we willen niet aan het einde komen waar het allemaal is misgegaan. En waar we dan met z'n allen met heel veel geld en heel veel middelen wanhopig proberen om het in goede banen te leiden. Dat wil niemand. Dus de oproep van kijk naar het juiste vraagstuk. Gebruik burgers als bron van kennis. Gebruik ook professionals als bron van kennis en ook je eigen collega's. Ja, dat is ook misschien wel weer een cliché, maar ik zie toch dat de mensen van de WMO niet aan het praten zijn met de mensen die bezig zijn met de wet werken naar vermogen om te zetten. En met de transitie van de jeugdzorg en iedereen heeft zijn eigen programmateam, maar in de praktijk zit je hoofd al vol met je eigen werk. En toch zit daar zoveel winst te halen. Hè. Dus alleen al in je eigen gemeente. Nou ja, het feit dat ik dus voorstelde op mijn tweede dag om al met een andere afdeling om de tafel te zitten, dat was veel te grote stap, zeg maar, in deze opdracht waar ik nu net in begonnen ben. Maar daar zit echt winst, om het met elkaar te doen. En om te proberen dat los te laten. En dat vraagt van managers, vraagt het lef, om je eigen mensen de ruimte te geven om zo te opereren. Want ook managers worden flink in de tang gehouden vaak. Die zitten in diezelfde kolom van controle. En op alle niveaus, of je nou helemaal als wethouder opereert, als manager of als teamleider, je mensen durven los te laten en een bepaalde vrijheid van opereren te geven. En dat kan dus ook zijn naar buiten misschien, of met andere collega's in gesprek gaan. Dat is echt ingewikkeld. Dat vergt inzicht en moed van hoe je het doet en wanneer je het doet. Maar ik denk dat het heel veel kan opleveren. Ik ben nog steeds niet aan mijn 10 minuten. Hè? Ik heb toch al heel veel verteld. Ik pleit dus voor de ambtenaar als ondernemer. Ik zeg ook maak verkenners van ze. Verken wat er in jouw eigen stad gebeurt. Verken waar de vraagstukken zitten en hoe ze in elkaar zitten. En ga ook experimenteren. Er gebeuren heel veel mooie pilots. Maar laat die ambtenaren niet eenzaam uitvinden en het gevecht in die voorhoede vechten. Of je nou in zo'n mooi jongeren, het zit hier een heel mooi jongerenloket. Echt, ga er eens een kijkje nemen, ze zijn daar super goed bezig. Die lopen aan tegen hun eigen moederorganisaties, hè? UWV of afdeling werk en inkomen, afdeling wonen. Want ja, bij wonen zeggen ze nee, eerst schulden oplossen en dan een woning. En daar zeggen ze nee, eerst een woning en dan schulden oplossen. Heel begrijpelijk allemaal. Maar daar in de frontlinie, die jongeren die is al lang afgehaakt. Hè? Maar die mensen van het jongerenloket die gaan er nog even lekker tegenaan om dat op te lossen. Laat het ze niet allemaal in een eentje die gevechten vechten. Maar de energie stoppen in waar het echt in moet. Namelijk die jongeren snel weer verder helpen. Zodat je bye bye kan zeggen. Want je wil hem helemaal niet moeten helpen. Je wil dat hij het zelf kan gaan doen. Ja, kijk. Ik haal gewoon alles uit wat erin zit. Nou, wees creatief natuurlijk. Dat zijn jullie al. Ik vind het fantastisch, dit initiatief. Ook in geld. Hè. Er zijn ongelooflijk veel private fondsen. Er is heel veel Europees geld, nog steeds. Dus, en ook als gemeente kan je daarmee mee plukken en bij elkaar schrapen. En soms is er ook helemaal geen geld nodig trouwens. Dus wees daar ook creatief in.
stel je open, laat je verrassen. Dit is Amina, ik sluit met haar af. Zij ging naast mij zitten op een strandje op een eiland voor de kust van Mozambique. En ging niet meer weg eigenlijk. Ik kon niet om haar heen. En ik werd de dagen daarna eigenlijk gewoon wel erg verliefd op dit slimme, leuke meisje, wat mij wel een beetje betoverde. En doordat zij altijd bij me was, ben ik veel langer op het eiland gebleven dan ik van plan was. En ze liet me andere dingen zien. Ik heb met haar gespeeld en zij maakte iets in mij los. Zij veranderde mij. Omdat ik me openstelde, ging ik andere dingen doen. Ging ik anders naar de wereld daar om me heen kijken. Dus doe dat zelf ook. Laat dingen los en kijk anders om je heen en doe er mooie dingen mee.